jullie zien is daar buik behoorlijk dik. Ja, we gaan naar het weiland. We gaan vandaag even een vlog maken over de voorbereidingen en de tijd naar de bevalling toe van Shadow en His Legacy. Dus we gaan nu even naar de wei. Daar staat onder andere Shadow. Die staat even lekker buiten, want het is heel mooi weer vandaag. Maar ja, het kan mooier, maar het is een soort van... Het is een begin. Het is een begin. En uiteraard staat de mama van Legacy ook buiten. En dan gaan we even kijken hoe dik de buiken zijn geworden. Dus rietjes al zijn gegroeid. De uier. We houden maar netjes de uier. En over een paar weken staat het veulen op de wei. Ja. Ik vond het ook erg leuk. Ja, hier staat Shadow. Kijk, hij staat even in de blubber. Eten. Met zijn emmertje hooi. We zijn hier nu bij Shadow. Onderweg naar de merries. En... Zoals je ziet voelt hij zich nog steeds aardig hengst. En hij houdt ook van een beetje blubber rollen. Ja, dat vindt hij mooi. Het is echt zijn favoriete paddock. Ja. Dan kan je ook gelijk zien waarom hij zo vies is. Kijk, er is een modderpoel en zo. En daar gaat hij altijd graag in liggen. En zo diep mogelijk. Ja. Totdat het modder echt tot in zijn oren gekalkt zit. Dat we een soort met hamer en bijtel wat eruit moeten halen. Dat vindt hij echt het mooiste om te doen. Shadow houdt ervan om in de meest vieze paddock te staan. Oh. En om dan vervolgens, wat gebeurt er? We hebben per ongeluk even ingezoomd. Dat wacht was, even. Was niet zo... Hoe gaat hij weer naar... Oh, is heel dichtbij. Waar ben jij? Hey, dat is mijn plukje. Oh, ja. Ja, daar zijn we weer. Oké, okay, we gaan weer verder. We gaan weer verder. Nou, misschien even leuk. Ik ga even draaien en dan zien jullie hoe het er buiten staat. Dus de kijk, mini ben. De mini paarden. Ik zie het scherm niet zo goed nou, maar het is wel ik zat zo. Het gek draad was, maar nee. Dus ik dacht dat wij gesloten waren. Okay, in de verte zie je al wat staan. Om niet alleen Legacy geboren te zien worden, dan kunnen jullie ook van Magnum en Veulen geboren zien worden. Van Ice Cream die hier nu aankomt lopen. Prinses, die staat zo links achter. Ja, hou je vinger daar. Daar is Prinses. Oh. Die krijgt ook een veulen. Nou, daar zijn we weer. We hadden even een batterijprobleem met de andere camera, dus we zijn nu even overgestapt op de telefoon. En we lopen nu naar de wei van de mama van Legacy. En we gaan even een buikencheck doen, hoe dik ze al is. Lekker te eten nou. We gaan even door het hek kruipen nu. Tjidu, 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 stroom! Tjidu, 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 stroom! Zit er geen stroom op? Nee. Je moet hier voorzichtig in zitten. Ja, ik ben daar echt als de dood voor. Dus, kijk. Ta-ta-ta-ta. Zoals jullie zien is daar buik behoorlijk dik. Nou, we zien alleen maar buik. In juni wordt het geboren. Dus het zou vanaf begin juni al kunnen gebeuren. Dus dat is nog hoeveel weken? Nee, ja, nog een week of zes. Een week of zes zou het dus al kunnen komen. En dan zien we het ook altijd aan de groei van de uier. Eventueel, maar ja, dit valt nu niet veel te zien. Want we staan een beetje in de schaduw en zo. Maar goed, dus zodra de uier gaat ontkijken. Oh ja, nou zag je wat. Nu zie je niets meer. Kijk, nou zag je wat. Zoals je ziet is het allemaal nog niet zo heel veel. En dit is ook een mama van Legacy. Alleen er wordt maar één echte Legacy. En
weer. Maar deze moet een maand later. Maar uiteraard gaan jullie die ook meemaken. Alleen degene die een jongetje wordt en het meest op papa lijkt, die gaat ook het meest, zeg maar, papa's voetspoor in treden. Ja. Dan gaan we even hier kijken bij de tepels. Dat is ook nog niet veel. Dus ja, daar kunnen we nog geen updates over geven. Wist je dat? Heel veel paarden het niet leuk vindt als je aan de tietje zit, maar deze wel. Nou, vindt ze blijft lekker. Ja, maar gras eten vindt ze ook lekker. Ja, haal even een vies uit. Ja, dat moeten we ook nog doen voordat het veulen geboren wordt. Even goed het uier schoonmaken. Ja, sommige mensen vinden dat heel vies, maar dat hoort erbij. Dat we het veulen geen vieze geit in zijn eerste hapjes mee naar binnen krijgen. Ja, deze is wel enorm dik, dus het wordt echt een enorm veulen ook. We gaan ook, als ze eenmaal verder in de dracht is, dan zie je ook vaak het veulen al schokken in de buik. In de verte. Die wil ook graag meedoen. En, maar ja, nu zien we eigenlijk nog weinig schoppen, maar zodra we dat gaan zien, gaan we dat ook filmen. Dus dan is er al een aankondiging dat hij er graag uit wil. En dat hij aan het draaien is. Maar het is nu allemaal nog heel stil in de buik. Ja, hij is nog geen sprongetjes aan het maken. Ik kan echt niet wachten. Nee, ik ook niet. Echt heel worden wel heel veel slapeloze nachten, want Vienna moet als eerste natuurlijk bevallen. Maar we hebben in juni ook minis die moeten gaan bevallen. Oh ja. En als alles inderdaad drachtig is zoals we denken, dan krijgen we 5 veulens in de maand juni en juli. Dus, 5? Ja, dus dat wordt heel weinig slapen. Dus op een gegeven moment, als jullie de vlogs blijven volgen, dan hangen mijn wallen waarschijnlijk hier. En, maar het is het waard. Het is het wel waard. Het is wel heel leuk. En we gaan ook echt wel alles proberen te filmen als we er op tijd bij zijn. Heel soms zijn ze wel eens stiekem. Dan ga je net even naar de wc en dan kom je terug. En dan... dan staat er ineens een veulentje bij. Dat hebben we ook al meegemaakt, maar we gaan... zoveel mogelijk camera's installeren en klaarzetten. Dat gewoon toeters en bellen afgaan zodra er een wee plaatsvindt. Ja. En nou ja, dus dat is misschien wel leuk gewoon om ook te volgen. En niet alleen zeg maar legacy. Het is natuurlijk altijd mooi als de veulentjes geboren worden. En altijd een verrassing wat voor kleur en alles wat eruit komt. Ja, ja. En ik ga proberen voor het eerst in mijn leven een bevalling mee te maken. Want... ja, Rachelle is tot nu toe altijd er niet bij geweest. Ja, of net of 2 minuten te laat. Te laat, ja. Hey, hey! We gaan hem nu weer binnenzetten. Want hij moet ook zijn hooi even eten en dat is hier op. En hij moet even water drinken en zo. En zijn modder een beetje eraf. Maar modder is ook wel goed voor vliegjes. Als je in de zomer nou heel veel vliegen hebt, dan en ze doen in de modder rollen of je maakt een modderpoel voor een paard. En ze kunnen daar wat in rollen. Dan hebben ze wel een natuurlijke beschermlaag voor de vliegen. Dus die steken dan niet zo snel en ze hebben niet zo snel jeuk. We zijn nu onderweg naar de stal. Dus dat is even een stukje. We hebben een andere paarden al. We gaan nu heel hard lopen. Zo. Dus ja, zo zie je maar weer. Zoals die ooit glom en in de glittertjes stond in de shows, is het nou een soort... moddermonster geworden. Maar dat mag hij ook wel, dat heeft hij ook wel verdiend. En hij vindt het super leuk om te doen. Dus waarom niet? En het heeft alweer wat. Een beetje dreads met blubber en viezigheid. Nou, even de deur open doen. Dus ik dat met één hand, nou ja, eigenlijk geen handen voor elkaar krijg. Zo, een stukje vast.
En, kijk, daar zie je echt hoe vies die is. Zo. En hij is op stal. En, nou, hij gaat nu verder aan zijn hapje hooi. Shadow heeft natuurlijk ook broertjes. Dus we krijgen hier één grote familie op stal. Dit is een neefje van Shadow. Dus die wordt achteroom. Dan hebben we er nog één. Dit is... Spekkie? Dit is Spekkie. Dit wordt een achteroom van Legacy. Een broertje van Shadow. Dus die wordt een echte oom. Dus we hebben zo meteen allemaal familie van Shadow. Nou, we waren vergeten het einde van het filmpje op te nemen, dus ik doe het even zo. Kijk in de camera. Ik hoop dat jullie het allemaal leuk vonden. Vonden jullie het leuk? Doe dan een duimpje omhoog en abonneer op het kanaal. En wij zullen zo snel mogelijk, als er meer vooruitgang is bij de merries, zullen we zo snel mogelijk weer een nieuwe video uploaden. Zodat jullie allemaal op de hoogte kunnen blijven van de veulentjes van Shadow. Tot de volgende keer!